Yo kijkers van WhatsApp, welkom bij deze nieuwe Lord of the Rings Let's Build. En we zijn er vandaag weer met de enige echte Den Miners, oftewel Dennis. En we gaan bezig met de entree van Helm's Deep. Oh, we gaan het dus... Ja, kijk, ik dacht van we gaan dat trapje hier zo doortrekken. Zoals... Ja, dat moet ook, alleen je bent er vlak aan het trekken, dus kun je vanuit daar weer verder. Maar dit ziet op zich ook al veel beter uit zo, vind ik zelf hoor, dat dit wel mooier is. Dan heb je hier zo'n plateautje. Dan moeten we hier wel dikke voeten neerzetten van die entrance, weet je wel. Zo van, hier komt gewoon die dikke poort en hier zitten gewoon die echte mannen, weet je wel. Gewoon die echte gatare boys en die zitten daar gewoon zo bij van, we zitten hier gewoon even lekker te bouwen in... Nee. Het nieuwe jaar is daar. Wat? Jullie zijn allemaal nieuw op deze school. Het is een aardig. Zonder condoom ben je hier helemaal nergens. Dus gebruik allemaal een condoom. Fuck, denk je dat Emmeline zwanger is? Ik denk dat Emmeline zwanger is. Oh ja, jongens, ik moet jullie helaas teleurstellen. De greenscreen is kapot, want ja, hij is hier niet in... hij is hier niet in mijn andere huis eigenlijk. Dus. Is hij kapot? Ja. Wat heb je gedaan? Nee, ik weet niet, hij is niet kapot, maar ik heb hem hier niet liggen bij mijn vader. Dus dat is het probleem. Maar ik denk niet dat we hier een standbeelden gaan maken, of wel? Ja, je kunt gewoon hier item frames neerzetten. Item frames? Ja, die is de armor stance. Oh, armor stance, ja, precies. Ik bedoel, dat heb ik bij mij ook gedaan, dus gewoon dan een protection overheen gooien dat dat stukje geprotect is en dan... Ja, dat wordt gewoon niet gestolen of zo. Dus stel, er zijn een paar van die stillende boys hier. Ik ga niet vooroordelen, maar stel ze zijn hier, dan weten ze dat ze hier op moeten passen, want het kan niet van het rekje af worden gehaald. Oh, gezondheid. Oh. Dankjewel. Ja, moet je maar een beetje uitkijken. Hè? Veel vitamine eten is goed voor je knul. Is goed voor je. Oké. Even kijken hoe... Want je hebt één hele brede poort. Dus ik zit er... En dan moeten er nog twee kleine bogen naast. Maar ze zijn allemaal wel even groot. Dus moeten we hier... Één, twee... Nee, hij moet nog sowieso even één. Ik zit even te outlinen. Ja, hier maken we toch wel die poort, of niet? Want die zit al wel aardig dicht bij die trap. Ja, nog eentje hoger met de hoogte. En nog één trede bij. Oké. En dat is binnen de koepel of nog steeds buiten wat je bedoelt? Of hoe zie je dat? Kijk, daarop beginnen. Oké, wacht even. Je moet er echt bovenop, echt op de platform wat ik nou gemaakt heb, daar moet je pas op beginnen. Oké, sorry. Ik dacht, want het is mooi in de trap, weet je, maar... Nee, maar je had gezien ook, hè, op die afbeelding, dat die dan pas doorgetrokken is. Ja. Ja, oh ja, ik zie het al, sorry. Dan moeten we die dingen even zo weghalen. Maar dat is goed, dan gaan we hier de entree maken naar de... Hoort er de hal, of de hall of... Hammer hall of zo? Nee, de hammers, hammer hall of zo, dat is de toren, hè? Nee, dat is de Hornburg, toch? Of niet? Dan weet ik het ook niet meer. Jongens, ik denk dat dit de Hornburg is en dat de tower, de hammer is nog wel iets of zo. De horns of hammer, hammer hell. De hammerhorn of zo, ik weet het niet. De hamerhoorn. Horn. Horny. Oh. Hij is best wel horny. So I'm horny. So horny. Oh, dat liedje. I'm so horny. Oh, het zijn de verkeerde subs. Het zijn de verkeerde subs. Ja, yes. Verkeerde lyrics. Ik ga even vanaf hier mee helpen. Want dan kan ik... dan kunnen we samen even een pillar design maken. En dit moet dan een hele hoge entrance worden. En dan ga ik... Of wacht even, weet je, ik ga toch even liever wat anders doen. Want we hebben hier namelijk een heleboel geselecteerd. En dat moet toch even wat meer gerandomized worden. Dus dat gaan we een beetje hetzelfde doen als wat daarboven is. Of hier beneden. / replace 98 naar 2. / replace 8 of 2. En dan valt naar beneden waarschijnlijk. 40% 4,20%. Maar dat kan ik zo opvullen. Of nee, heb je gelijk in. Dat moeten we nu doen. Ik ga hem even vastvullen. Naar beneden.
Ja, wacht even. Ik moet even een potion met licht hebben. Anders kan ik hier echt geen ruk zien. Zo. Kijk eens. Ja, ah, geen ruk. 6/fail bedrock 30 doen we. En dan gaan ze stikken, die orkies. Ik hoor ze gewoon doodgaan. Zo. Alles opvullen met bedrock. Oh, what the fuck? Oh, dat was niet zo slim, Dennis. Ik moet nog 2 keer rando doen. Holy fuck, waar zitten hier dan gaten onderin? Denk waarschijnlijk hier. Aan de zijkant. Ja. Ik ga wel even op zoek. Nee, het is al dicht nu. Ja? Het was echt een heel klein spleetje. Allebei? Ja, het is nou helemaal dicht. Oké, even zien. Dan moet het nu goed zijn. Ja. Oké, chill. Er waren echt maar 3 blokjes die geplaatst moesten worden. Hoezo wordt dit opeens deur? Dat snap ik niet. Ik ook niet. Oké. Oh, jurk aan mijn arm opeens. Echt fucked up is dat. Als je aan het gamen bent, dan ben je even lekker bezig. En dan krijg je ergens dikke jeuk, weet je wel? Of allemaal jeuk, hè? Jeuk. Allemaal kriebels. Oké, /replace 2, 50. Of nou, we maken dus 30%. 4 van. 20% 1. Vind ik wel leuk. 20% 98. En... oh fuck, ik heb hem per ongeluk weggeklikt. Gravel moet ook nog hebben. Oh, waarom heb ik dat ding nu niet meer? /replace 2, 30%, 4, 20%, 1,20%, 98,20, 98, doelenpunt 2. Oké, dan heb ik nou nog... even zien, 20, 20, 20. Nog 10% over en dat kan gravel worden. Gravel. Zo, dit is nice, toch? Wat je nu hebt in de vloer. Dat een beetje gerandomized is. Alleen geen 43 heb je ertussen zitten, moet ook nog. Ja, maar dat plaats ik liever met de hand op het eind. Anders heb ik te veel namelijk. Want die dingen die gaan altijd random heel dicht bij elkaar zitten, zoals hier beneden. Dat vind ik zelf niet echt mooi. Oh, random hè? Ja. Random. Of hoe zeg je? Random jongen. Ik had het echt zien. Random jongen? Oh, wacht, ik weet alweer. Nevermind. Nevermind, I'll find someone like you. Sorry, kutlied, maar die hoor ik gewoon elke dag in de winkel, weet je wel. Ik werk bij de leenbakker. En altijd dat kutlied, weet je wel. Zo van, nevermind, I'll find someone like you. Maar Dennis, deze dingen moeten toch ietsjes lager zitten, dus mag ik dan hier... Nee. De boog is lager, maar het begint op dezelfde hoogte. Kijk maar naar de foto. Ja. De boog is hoger, alleen de ronding begint op dezelfde hoogte. Dus dan moet je ze wel wat minder stijl maken, eigenlijk. Jo. Maar dan maak je de ronding juist weer op niet dezelfde hoogte. Jawel, kijk maar. Nee. Ik weet het allemaal niet, Dennis, hoe jij dat allemaal hebt geïnterpreteerd. Weet je wel, ik volg kan het ook. Ik kan anders deze wel iets... Nee, laat maar gewoon zoals het is, want dit zag er wel goed uit. Ik kan toch ook? Ja. Zo is het goed. Zo is het goed, brother. Kadesh, we zijn broeders. We fixen die shit. Maar nou zitten we met één probleem, want nou hebben we straks deze poort op die hoogtes. Maar zoals op een plaatje, dan loopt vanaf dit ding loopt al een steen. Dus dan moeten we iets hallo, hier Leon, opvullen Leon, met gravel. Hallo, ja? Fix ik wel. Ja, is goed. Bouw eerst dit maar. Ja, maar dan. Ik wil een beetje een plaatje ervan krijgen van hoe het eruit zou moeten zien als je daar ook echt bent, weet je wel? Een beetje een inschatting. Daarom passen we het dan ook aan, hè? Landscaping kun je altijd daarna nog aanpassen en de structure die er staat. Ja. Oh, wow, mijn hond is weer lekker bezig. Wat is je met de hond van de buur aan het neuken? Nee, mijn hond van de buur is laatst al doodgaan om eerlijk te zijn. Wauw. Lekker getimed, Dennis. Heb je goed getimed. Lekker time voor een joke, brother. Maar jij wil dit allemaal grijze rotsen maken, toch? Of niet? Grijze rotsen, wat bedoel je? Ja, want het zit eigenlijk in de White Mountains, zoals jullie zien. Ja, maar ik bedoel, in de film is het toch ook niet wit? Nee, precies. Maar eigenlijk klopt dat dan niet echt, hè? Weet je?
Dat klopt gewoon niet. Er klopt iets niet, Dennis. Er is altijd gezeik. Altijd gezeik bij jou. Ik ben in ieder geval ook wel blij, want we hebben vorige week een vergadering gehad met Damien. Het was vorige week vrijdag en het is vandaag maandag. En hebben we een paar ideetjes uitgeschreven met wat allemaal de bedoeling was van wat. Dat was ook nog best gezellig ook. Ja, dat is zeker wel gezellig. Maar ja, we moeten wel even rekening houden met dat het allemaal best wel veel tijd inneemt. Want dit is dan een siege. Maar ja, eigenlijk zat ik ook wel te denken om juist tussendoor ook in plaats van dat we alleen met ons Gilead gaan werken, dat we ook daarnaast nog een dungeon gaan maken. Kan wel. Ik zat gisteren op school namelijk, of gisteren op school, ik zat vanochtend op school. En toen zat ik even te denken van, ja, wat willen we allemaal gaan doen voor sieges? Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog gewoon dungeons. Dus daar heb je gewoon boss raids waarmee je geld kan verdienen. En uiteindelijk dan bijvoorbeeld dingen weer kan kopen op de server. Bijvoorbeeld een extra pet of zo, weet ik veel wat dan uiteindelijk iets is. En ja, dat wordt dan wel heel vet. Want het blijft wel een gelimiteerde server PME. Dus het wordt gewoon door middel van invites. En de meeste mensen die nou op de whitelist staan, die gaan er af. Waarom? Omdat de meeste spelers in het begin zelf ook inactief werden. Plus ze zelf niet echt meer moeten inzagen om verder te gaan. Dus we willen nou gewoon een verse stad maken met nieuwe spelers. Het is waarschijnlijk zo dat wel veel koningen zeggen van jij gaat die en die weer terug invite. Ja. Want die hebben erop gezeten en die hadden er goed bewezen. Dus die komen de meeste gewoon weer terug op. Ja. Ligt ook net aan de leider. Ja. Want bijvoorbeeld is al, ik weet niet, zouden we al zeggen welke landen er komen te zijn? Of? Ja, dat mag je denk ik wel zeggen. Want... Ja. We gaan namelijk in plaats van dat we nou eerst de Shire hadden, we hadden nog Iron Hills apart van Erebor. In ieder geval... Erebor apart van Iron Hills was het, hè? Ja, ja, maar niet zoveel uit. Rohan had je nog een apart land van. Maar dat was dus allemaal één grote puinhoop, want je had gewoon te veel koningen. En wat we nou eigenlijk van plan zijn, is dus 6 rijken te maken, 6 grote landen. Ik ga nou niet zeggen wie overal koning van wordt. Nou, de meesten zijn al best wel voorspellend. Of in ieder geval, je kan er wel van uitgaan wie het wordt. Maar de bad factions daarentegen worden nog best wel lastig, denk ik, voor mensen. Want we gaan het eigenlijk even zo vertellen. Er zijn 3 goede factions, 3 bad factions. En die mogen ook gewoon overal lopen. Je kan gewoon vrij rondlopen over de hele map. Je hebt bijvoorbeeld dan, hier zit dan Erebor, hier zit dan Minas Tirith. Maar je hebt dan ook Harad nog, je hebt Mordor, je hebt Angmar, Blue Mountains, de Shire, dat wordt allemaal gewoon toegankelijk. Voor iedereen. Dus iedereen mag gewoon in elk land lopen, maar de Bad Faction zouden bijvoorbeeld wel mogen worden gedood in een Good Faction hun land. Want ja, ze zitten dan eigenlijk gewoon de borders te crossen, wat natuurlijk weer niet de bedoeling is. Mm-hmm. Ofwel, border crosses are not... Oh, wow. Permitted. Ja. Ik zie nou pas, hè, Dennis, dat ik een foutje heb gemaakt. Mag ja, je hebt nog steeds aanpassen? Kijk, je hebt er nog steeds aan bij bezig. Kijk eens bij mij. Oom. Ja, maar ik ben even aan het wennen. Maar goed, je hebt dan natuurlijk de Realm of Man. Of de Realms of Man, oftewel... The Realms of Man. De landen van de mensen. En dat houdt eigenlijk dus Rohan in, Dol Amroth en Gondor. Dus dat zijn een beetje de Realms of Man. Dan heb je natuurlijk de dwarfs, oftewel gewoon de dwergen. En die hebben dan Erebor, de Blue Mountains en de Iron Hills. Nou, dan heb je de elves. De elves zijn dan ook al van zelfsprekend. Dat is Linden. Wie nog meer? Dat was Lothlórien. Wat nog meer? Niet wie? Ja. Dat zijn geen personen. Lothlórien en natuurlijk Mirkwood. En Rivendell zou bijvoorbeeld de allereerste... Siege zijn die bij hun toehoort. Oh wow, je maakt het wel fucking sick, Dennis. Er zit een hele grote boven. Maar moet alles hetzelfde zijn dan? Of mag je hier ja, wat verschil in komen? Je kunt er wel wat, maar het is wel de bedoeling dat je iedere keer die raampjes maakt. Ja, ja, dat raampjesmodel wil ik wel inbouwen, maar dan bijvoorbeeld een ander structuurtje erin. Maar goed, dan heb je nog de Bad Factions. Dat wordt Angmar. Met weer ook weer een aparte leider. Mordor heb je dan nog en een nieuw land wordt geïntroduceerd en dat is Harad. En dat is eigenlijk het grootste land wat er is, denk ik, of niet? Ja, qua grond nog wel, maar ja, dat kan altijd uiteindelijk nog veranderen. Ja, dat wordt dus eigenlijk een heel nieuw land wat geïntroduceerd gaat worden.
Ik weet niet of ik hier al te veel van mag spoileren, maar goed, daar hebben we nog niet te veel van gezegd. Nee, want voor de rest de ideeën en alles nog niet, nee. Ja, en dan zullen er ook 6 hoofdsteden komen. Nou, natuurlijk is Minas Tirith er eentje van. Hetzelfde geldt voor Erebor. Dan heb je Mirkwood, dat wordt de hoofdstad. Thranduil's Halls bedoel je. Ja, Thranduil's Halls. Maar het vervelende is, want we hebben bijvoorbeeld Harad en dan weten we niet wat de hoofdstad is. Hetzelfde geldt ook voor Angmar. Er zijn wel verhalen nee, van. Angmar weet je wel, dat is Carandun. Ja, maar je weet niet echt hoe het eruit ziet, omdat je niet... Jawel. Echt... Ja, er zijn wel plaatjes van, maar hetzelfde geldt voor... Nee, dit is een hele game. Oh ja, dat is War in the North, of niet? War in the North, yes. Oh ja, klopt. Maar... Ja, dat klopt. I said nothing. You know nothing, Jon Snow. You don't know nothing. En maar van Harad wordt wel, ik denk wel de moeilijkste stad die er is, maar dat gaat ook een beetje onze eigen verbeelding aan toe te pas komen. Ja jongen, gewoon Jenava. Weet je dat Jenava eigenlijk nog best wel wat van die stijl af heeft, want we hebben eens zo'n plaatje gezien, maar dat had er wel echt wel veel van af. Of dat leek er ook gewoon echt veel op. Dus waarschijnlijk gaat dit er ook wel veel op lijken. Daar ben ik wel bang voor in ieder geval, dat het wel echt heel erg... Ja, een soort van tweede Jenava wordt. Maar goed, dat is gewoon niks tegen te doen. Zo is dat gewoon eenmaal. Denk ik, maar... Ja, wat vind jij eigenlijk, Dennis? Ik denk zelf wel dat echt een Turkenlandje gaat worden. Ja. Qua stijl en alles. Ja, maar weet je wat het voordeel is van als je bijvoorbeeld in Harad zit? Harad hebben heel veel traders. Ze hebben alleen niet zo'n heel sterk gear. Dat vind ik wel jammer. Ze hebben wel hele goede bogen. Maar qua gear zijn ze echt best wel slecht. En de dwergen daarentegen hebben ook 2 traders. Waarvan eentje eigenlijk best overpowered is. Andere wat minder. En ze hebben eigenlijk echt gewoon heel goed armor en wapens. Dus eigenlijk gewoon echt perfect. Ja. En ik bedoel, hun strongholds zijn meestal ook niet echt de slechtste. Nee. Want bijvoorbeeld, ik denk dat de sterkste steden in dit geval sowieso wel... jouw hoofdstad worden, ja. Of ik bedoel, waar jij mee bezig bent. Ja. Dat is Erebor. En natuurlijk Minas Tirith, want dat zijn de grootste steden die eigenlijk gewoon op de huizenmarkt staan. Want... Ja, weet je, het is... Erebor is bijvoorbeeld ook gewoon gigantisch, puur omdat... gewoon een koninkrijk onder een berg. Ze hebben Kingdom Under the Mountain. Dus daarom is het ook zo huge. Het is eigenlijk niet echt een stad, het is eigenlijk gewoon echt een land onder een berg. Ja. Maar eigenlijk gewoon een immens grote stad onder een berg. Ja, klopt. En dat maakt het heel vet. Vind ik hoor, maar... en dan wat heb je dan bij Barad-dûr? Ja? Dit is dichtgemaakt met stenen, maar je weet dat dit ramen zijn, hè? Oh, zijn dat ramen? Ja. Oh lol, ja, kan ik niet zien op dat plaatje. Het zijn archery windows, om het zo te zeggen. Oh, nou. Dan doen we er af en toe een paar dicht en af en toe een paar open of zo. Of gewoon allemaal open, wat wil jij liever? Ik zou de middelste dichtmalen, Vanaf hier. Ja, laat ze allemaal open en dan doe je er gewoon een kamertje achter. Maar. Ja, dat is een goeie. Holy shit, man. Het ziet er wel intens uit. Ik vind het wel ziek. Hé, je haalt nou mijn hele werk weg. Ja, ik wil er een soort van een koepeltje in maken. Dat vond ik wel wat mooier. Oh ja, ga je gang. Zou ik dit middelste daar mogen doen? Thanks. Ja, doe maar. Appreciate it, brother. Brother from another mother. No, started from the bottom, now we're here. Maar wat denk je echt van, dat wordt wel één sikke fight? Wat je echt denkt van, daar wil ik wel een keer mee gaan vechten. Nou, ik vraag me echt af hoe een van de... Hoe Erebor gaat worden. Mm-hmm. Dat vraag ik me echt af, want ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. En kijk, het is gewoon de bedoeling, het gewoon proberen zo overpowered mogelijk te maken. Maar... Ja, alsnog is het denk ik wel een uitdaging om het ook te verdedigen. Want als je het niet goed verdedigt, dan raak je wel iets belangrijks kwijt. Maar je hebt straks de sieges bijvoorbeeld. Wat denk je echt van, dat wordt één grote brute siege die ik gewoon echt zou willen hebben? Stel, je zou dan bijvoorbeeld bij The Realms of Men komen. Waar zou dat... Realms of Men, en ik zou iets willen, echt als ik... Want ik kijk altijd naar het karakter van het land en eigenlijk naar de men en het soort ras, hè. Ja. Ik denk dat Osgiliath wel iets is waar wel veel gevecht om zou komen. Want Osgiliath, ik weet niet of dat bij ons ook wordt verdeeld in 2 sieges, maar je hebt East en West Osgiliath. Mm-hmm. En in de film is het eigenlijk ook zo dat de ene helft is in het begin van Mordor en de andere helft is van Gondor. Ik denk dat het wel 2 sieges worden, zoals jij zegt. Maar dat bijvoorbeeld ze wel in het begin allebei van Gondor zullen zijn. Ja.
Want dat is gewoon, qua intentie denk ik dat het gewoon makkelijker is. Want je hebt bijvoorbeeld Rivendell, je kan bijvoorbeeld geconquerde gebieden, gebieden zoals Isengard. Dat is ook gewoon nog van Rohan, of in dit geval Realms of Man. Maar het is eigenlijk wel geconquerd door Sauron in de game, of in de story, snap je? Ja, maar Saruman does not exist in here. Ja, Saruman doet helaas niet mee. Maar ja, misschien later nog wel iets. Dat al, ja. Want er komt ook een soort van... ik ga niet echt spoileren in ieder geval. Nee, dat doe je nou. Nee, ik kop misschien iets met Saruman, maar we gaan niet zeggen wat het is. Of niet? Nope, ik weet niet wat ik precies zeggen. Mag zeggen. Ik ga er niet meer verder op in. Sorry jongens. Nee, je zei eerst tegen mij, ja, je mag niet veel zeggen, Nou, dan zit ik al zelf te vertellen. Sorry. Ja, we hebben nou dit in ieder geval een beetje verdeeld van het zeggen van dat in ieder geval die 6 landen komen. En dat denk ik ook wel aardig wat is hoor, want er is nog helemaal niet zoveel informatie. En Damien heeft ook gezegd dat wij wat dingen mogen vertellen, omdat het ook een beetje voornamelijk onze planning is. Van wat gaan wij doen? En hij accepteert het voornamelijk. Want hij had eerst een idee met Civcraft, of wat was dat nou? Ja, hij had eerst een idee zo met iets van Civilization-achtige Middle-earth. Maar ja, ik keurde het zelf heel erg af. Dat leek me echt helemaal niks. Ik moest er ook ik dacht, als dat het gaat worden, ga ik gewoon niet meer meedoen. Nee, dan gaan we wel ergens bij... welk server of zo? Ja, weet ik veel. Dat heet... Met die MC Middle Earth heet. Ja, MC Middle Earth, dan join ik dat team wel. Ja, dat is echt persoonlijk vind ik dat de vetste Middle Earth die ooit is nagebouwd. Zelfs naast deze gewoon ja, niet. Ja, maar ik vind op zich een Middle of een Minas Tirith, die is ook wel vet. Ze hebben ook wel een leuke bouwstijl erbij. Maar ik vind het alleen, als je kijkt naar, als je er overheen vliegt, dan denk je eigenlijk ook wel een beetje van, het is vrij simpel gebouwd. Er zit weinig detail in. Maar, ja, maar dat hebben we met alles daar. Maar loopt dit ook plat of zit hier ook nog een beetje een bobbeltje in? Bij de punt. 1 seconde. Ik weet dat niet namelijk. We moeten nu die kamer nog maken, maar we moeten ook even de berg eromheen maken. Even zien. Nee, dat doe ik wel na de... Nee, ik zou onderaan even doen. Onderaan? Oh, ja, Moet de poort komen ook, hè? Ja, maar ik denk dat we sowieso hier nog gaan afsluiten, want we zijn ook alweer 20 minuten bezig. En ik vind de voorkant er echt wel sick uitzien. Als je zo hier zo staat, Dennis, dan ziet het er wel immens goed uit, of niet? Yep. Nou, in ieder geval bedank ik jullie voor het kijken, mensen. Doe natuurlijk eventjes een duimpje omhoog, want bij de 40 likes ga ik wat meer spoilers geven. Dan in ieder geval gaat het wel eerst even in bespreking, dus misschien in de volgende aflevering niet, maar in die daarop wel. 40 likes, houd het even in de gaten. Abonneer natuurlijk ook op het kanaal van Dennis. Laat natuurlijk even in de reacties achter waarvan jij denkt van welke 6 landen, welke zou jij het liefst joinen. En waarom, want misschien kunnen we daar ook nog wel iets voor je regelen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot de volgende bouwaflevering van natuurlijk Helm's Deep. Tot ziens, doei. Later.